Marcel en ik ben 11 jaar. Ik studeer hier op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ik zit hier op de basisschool in groep 8, maar ik leer ook hier muziek. Mijn hoofdvak is viool. Ik doe als bijvak piano en ik zing in de koorklas. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik zit ook in een orkest, het Atheneum Kamerorkest Junior. Ik ben het APO Junior heel dankbaar, omdat ik mag deze periode concertmeester zijn van het orkest. Ik ga nu naar binnen. En nu komen we bij de muziekprijzen. Ik ben dit jaar begonnen met de concoursen, dus dit zijn alle concoursen die ik dit jaar heb gedaan. De laatste was de International Music Competition in Brussel, Grand Prize Virtuoso. Daarmee heb ik de eerste prijs gewonnen. En ook Exceptional Young Talent Special Prize. Ook hebben ze een poster gemaakt van alle mensen die mochten spelen in Brussel. En raad eens waar ik sta. Ik sta hier. Een international competition. Bij een international competition komen er verschillende mensen uit de hele wereld. Uit deze landen komen ze allemaal. Ik heb ook nog iets gewonnen en dat is deze mooie medaille. Een Brussel Grand Prize Virtuoso. We gaan nu naar de volgende international competition. Wat ook een hele leuke is. En dat is de Yisayi International Music Competition. Daarmee heb ik ook eerst de prijs gewonnen. En dit is de oorkonde dat ik heb meegedaan met de Yisayi International Competition. En de prijs van de eerste prijs is heel cool. Dat is deze stok die ik nu ga laten zien. Mooi hè? Deze stok is ter waarde €800. En hiermee kan ik mijn techniek heel veel verbeteren. Dus daar ben ik heel blij mee. Oké, nu gaan we naar het concertgebouwconcours. En dat is dit. En ik ben hier in de halve finale gekomen. En ook in de finale. En in de finale heb ik ook een cd gekregen van de opname. Van mezelf tijdens de finale. Ook heb ik een mooi juryrapport gekregen. En ook door de concertgebouwcrew heb ik ook een mooie foto. Nu gaan we door naar het volgende concours en dat is de Britten Viool Concours. Daarmee heb ik ook eerste plaats gewonnen. En dit is ook weer het certificaat dat ik heb meegedaan. Ik heb twee prijzen gewonnen. Nou, eigenlijk drie. Dat is dat ik als solist met het Britten Jeugd Strijkorkest op het concert van 15 april 2018 in Theater de Spiegel
in Zwolle mag spelen. En ik speelde, en in datzelfde concert speelde ook Daniel Rowland. Ook heb ik ook nog een masterclass gekregen van Maria Milstein, waar ik ook heel erg veel van heb geleerd. En ook deze mooie beker. Ik heb meegedaan aan de Maassluisse Muziekweek. Dit zijn de certificaten. Bij deze concours heb ik 2e prijs gewonnen. En ook meegedaan aan de Nederlandse vioolconcours, de Jordan vioolconcours. Dit is de allereerste vioolconcours dat ik ooit heb gedaan. Ik heb een mooi juryrapport gekregen. Aha, ik ben nu aan het oefenen, maar ik heb publiek nodig natuurlijk. Weet jullie weten wie mijn publiek is? Kom. Dit is mijn publiek. Tegelijkertijd de grootste fan van mij, die altijd naar mijn kijkertruc oefent. Maar er is er nog één. Hallo panda. Be free. Nou, dan is die dan. In golfbaan Delftland, mijn home course. Zit ik in de NGF, Nederlandse Golffederatie, C-selectie. Ik vind golf heel erg leuk. Ik train in golfbaan Delftland. Willen jullie weten hoe ik train? Kom dan mee. Bekers van de golf. Dit is de beker van de golfserie wedstrijden. Deze zijn ook mooie bekers. En deze bekers vind ik de mooiste. En er is ook een speciale, en dat is deze. Want hiervoor moest ik 11 wedstrijden spelen om die beker te winnen. En ik heb bij alle 11e wedstrijden eerste plaats gewonnen. Dus ik heb deze beker gekregen en deze mooie tas. Training. En mijn team heet DJZ. Nou, ik heb nu mijn kankleren aan. Echt heel cool. Willen jullie zien hoe die eruit ziet? Kom dan mee naar binnen. Ik ben nu in het hofbad, het trainingsbad waar ik nu schoonspringen heb. Dit zijn mijn NK-kleren, mijn Nederlandse kampioenschappenkleren. En ik doe voor de 2e keer mee met de Nederlandse kampioenschappen. Willen jullie weten hoe ik heet? Ik heet Marcel, ik zat op mijn rug, dus nu ga ik springen. Thank you.
En dit zijn al mijn prijzen van schoonspringen. De meeste van schoonspringen. Omdat bij schoonspringen krijg je bij wedstrijden niet een beker, maar een medaille. Hier zijn ze allemaal gemixt. Hey, ik zie deze medaille. Deze medaille heb ik gewonnen bij de Nederlandse jeugdkampioenschappen. Ik ben tweede plaats geworden bij de 1 meter en 3 meter. En dit is ook een hele speciale medaille. Want dit is een Koninklijke Nederlandse Zwembond medaille voor bijzondere prestatie. Oh ja, ik zie er nog één. En dat is deze. Deze heb ik gekregen omdat ons team de Braamzeeuw-trofee heeft gewonnen bij de Nederlandse jeugdkampioenschappen. En dat is een hele grote trofee voor teamwedstrijden. En daar hebben wij ook deze mooie medaille mee gewonnen. I can swear.